Hoe lang geleden is dat je voor het laatst gereden hebt? Is dat Gouda? De snelweg? Ik heb nog wel op een snel gereden naar mijn zus toe. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Ja, klein stukje. Ja, dat is waar. Maar even een stukje rijden is wel weer even geleden, toch? We gaan dus naar Rotterdam toe, want we hebben afgesproken met Sophie. Die ken je wel, Roosendaal. Keer 2. Maar we hebben keer 2 Sophie afgesproken, want we hebben ook met Sophie Hol afgesproken. Tenminste, Sophie Roosendaal heeft met haar afgesproken. En Sophie Roosendaal zei tegen ons van, komen jullie ook? Ja. Toen zeiden we, ja, waarom niet? Ik zit inderdaad lager. Ik vind het raar. Je moet echt zo gaan zitten om een beetje even groot te lijken. Maar dit is wel grappig, want Sophie Roosendaal en Sophie Hol maken allebei video's op YouTube. En Guilaine kijkt ze allebei al best wel lang. Ja. Dus eigenlijk is het een soort van celebrity die je gaat ontmoeten, toch, voor jou? Ja, precies. Maar ik kijk ook echt wel sinds de magische momenten. En de magische momenten voor Guilaine is altijd als iemand uit elkaar gaat. Dat is wel dan wordt zo. Het aan mij aangeraden. Ja, precies. YouTube weet heel goed wanneer jij geïnteresseerd bent in iets, toch? Jij werd ook aangeraden toen ik uit was. Ik weet het, schat. Ik weet het. Ik weet het. We zijn in Rotterdam. Ik zie daar lekker iemand door zijn huis heen banjeren met zijn shirtje open. Wat wel leuk is, is dat ik natuurlijk, dat weten jullie waarschijnlijk wel, want dat hebben we al vaker gezegd. Hier zie je, staat lekker daar in zijn onderbroekje. Ja. Ik doe meestal intern en Guilaine doet extern rijden in de stad, namelijk de snelwegen en ik doe intern. Maar van de week ben ik dus met een rijinstructeur weer de snelweg opgegaan voor de tweede keer. En dat heb ik gefilmd voor jullie. Terwijl wij naar de parkeergarage gaan rijden, gaan jullie daar even naar kijken. Dus dat. We gaan dadelijk een stukje snelweg op. Yeah. We gaan een stukje beginnen waar je niet gelijk hoeft in te voegen. Oké, okay, ja. Yeah. We gaan hier zometeen bij Zoetermeer Centrum erop. Yeah. En dan rijden we even een klein stukje richting Noodoor. Je kan het, hè? Ja, ik weet het, maar het is nu... We hebben al een heel stuk naar Leiden toe gereden. Toen gingen we nog een hele grote tunnel in. Dat ging ook hartstikke goed eigenlijk. Ja. Stiekem. Yeah. Toch? Ja, we moesten wel om lachen. Of heb je nog meer iets van gehad? Nee, dat viel wel mee. Maar ik heb dus sinds die tijd... Ja, het lukt me nog niet met mijn eigen auto om die tunnels in te gaan. Ook. Om ook even dat... Om maar misschien als we 2-3 lesjes verder zijn, dan wel maakt het uit alweer. Ja, dat is waar. Al moeten we er nog 20 doen. Ja. Maakt voor mij niks uit. Ja, ik hoop gewoon heel erg... En ik gun het je ook. Ja, nou dan. Laten we gewoon lekker rustig erop rollen. Je hoeft verder niks te doen. Nee. We blijven nog steeds even in deze rijstrook. Oké, okay. Ja. Dan komt daar die witte auto die ons even in gaat halen. Zie je het lampje branden? Ja. En dan gaan we lekker mee. Geef me een beetje gas. Probeer hem maar lekker naar de 100 toe te trappen alvast. Want dat vindt die taxi achter ons ook wel prettig natuurlijk. Ja, ja precies. Straks nog wel redelijk rustig op de weg. Ja hoor, het is natuurlijk nog steeds vakantietijd. Ja. Hè? Dat is wel een beetje voordeel nog hoor. Ja. Hey, zullen we nou die zwarte auto hier voorbij mogen of niet? Mag nee. Je rechts inhalen? Nee, dat mag niet. Wanneer mag je wel rechts inhalen? Als die blokken er zijn. Ja, en wanneer nog meer? Met de file. Heel goed. Laat je stuur nou eens los hoor. Nou los je. Geef eens gas. Kijk wat hij doet, hè. Ja, hij deze zichzelf, dat is chill, ja. Leuk, maar dat mijn auto niet. Ja, maar als jij je stuur loslaat in je eigen auto, dan rijdt hij ook wel redelijk in je eigen. Ja, auto. Dat het is waar. Af en toe een klein beetje... Kijk, en als je goed in je spiegeltjes kijkt, dan zie je eigenlijk ook dat je keurig netjes tussen je lijntje inrijdt. Helemaal rugpijn en kramp in mijn armen. Ja, je zit heel verkrampt, dat merkte ik ook al. Al moet ik zeggen, het gaat wel oké. Het is niet dat ik doodsangst uitsta, gelukkig. Hey, we houden even rechts aan. Dan rijden we rotonde rechtdoor. Yeah. Een stukje voorbij de rotonde kunnen we even aan de rechterzijkant stoppen. Ja. En doen we even een klein beetje evalueren. Ja. Ja? Het is nu alleen misschien voor jou een prettig gevoel dat ik naast je zit als er wat misgaat. Ja. Ja. Maar eigenlijk... Kan ik het al. Heb je het stuk zelfstandig gedaan. Ja. Ja, dat is waar. Ja, toch? Ja, dat is waar. Ja, ja. En als ik me dan nog even kan herinneren, de eerste keer dat wij... Dat kan ik nog heel goed herinneren. Kan ik me ook goed herinneren, staat op film. Toen zei ik tegen jou, joh, we gaan hier dat hele kleine stukje doen. Hmm. En toen was je eigenlijk met geen mens erop te krijgen. En dat vond ik leuk aan vandaag, dat jij zei, ja, ik wil wel naar die snelweg toe. Ja, ja. Ja, want anders duurt het met gewoon... Nee, maar zie je eigenlijk zelf dat je wel toch een aardige stap verder bent gekomen? Ja, dat is waar. Dat is waar. Zeker. Moet ik ook vaker bij stilstaan. Ben je perfectionist? Nou, ik kan wel ook tevreden zijn. Ik durf zijn, het niet perfectionistisch te noemen. Hier wil jij naartoe streven. Oh, zo. Nee, niet per se. Ik wil gewoon een 7, vind ik prima. Maar dat durf je niet te zeggen. Het is bij mij echt het gevoel. Het maakt mij echt niet zoveel uit of ik het
een beetje slordig doe of dat het niet helemaal goed gaat. Het is maar echt mijn gevoel wat ik erbij krijg. Niet per se of ik een klein foutje maak of zo. Nee, helemaal niet. Oh, okay. Nee, helemaal niet. Nee. Maar bij ik snap het wel, de meeste mensen hebben dat, hoor. Ja, dat heb ik niet. Ja. Nee. Ik wil gewoon dat het in mezelf rustig gaat. En dan als ik een 6 rijd, ja prima. Yeah? We gaan zo terug. We gaan de rotonde op. Gaan we naar Zoetermeer. Oké. Okay. Ja, mag ik hier al naar de onder? Ik zal niet janken, maar planken. Toch? Kijk, wat is daar voor voordeel van? Al trappen we eens naar de 110 gewoon. Dan rij je altijd sneller dan anderen. Hou maar vast, ja. Lekker. Want wat zie je voor je alweer? Vertel eens. Een vrachtwagen. Oh jee. Dan moeten we dadelijk gaan inhalen. Kijk, nou brandt het oranje lampje. Kan je dus niet inhalen. Dat weet ik, maar daarna kan ik wel. Ja, dus doe je alvast je richting aan. Dan weet die mooie BMW het ook, hè, die dat proefritje aan het maken is. Kijk eens, komt hij even voorbij. Dit is een bak. Even kijken. Wie is dat dan? Ik weet echt niet wie het is. Maar ja? Hij zit te zwaaien aan mij. Maar... Ja? Waarschijnlijk een ex-leerling van je. Denk het, ja. Dus weer, omdat dat dan gebeurt op de snelweg, iets wat ik niet kan plaatsen of zo, dat gewoon dan gebeurt, dan krijg ik wel gelijk angstgevoelens. Maar wat gebeurt er? Nou, ik krijg gelijk hier gevoel. Nee, maar jij zegt dat er iets gebeurt. Ja, dat hij dan gaat inhalen en dat hij gaat zwaaien. Dat is dan, omdat het onverwachts is, dan krijg ik dan gelijk helemaal zweetaanval van. Helemaal armen zijn helemaal gespannen. Ah, ze bewegen nog wel. Ja, ze bewegen nog wel. Dat is waar. Ik denk, Alwin hebt toch nog een klein beetje lucht, dus pak hem maar terug over de snelweg ook nog. He? Ja, ik doe mijn handen wel zo. Okay. Ga jij dan? Ja, is goed. De auto rijdt toch vanzelf, joh. Dus, dat is ook zo. Hop. Kijk, daar hebben we een hele mooie plek. Juist. Jezus. Maar je was wel die vrachtwagen, anders had je naast die vrachtwagen gezeten natuurlijk. Ja. Snap je? Ja, ik moet zeggen, ik vond het nu ook een klein, ik wil niet te hard zeggen, maar een klein beetje leuk. Mooi. Klein beetje leuk. Ja. Het begint een beetje te komen. Ja, oké. Okay. Nou. Dus, het zit een stukje puur nog bij jezelf. Ja. Hier. Van oeh, er komt wat aan. Ja. En dat kan spannend worden. Ja. Maar ja, het zit allemaal puur bij mezelf uiteindelijk. Dit blijft voor ons beiden volgens mij nog steeds doodsangst uitstaan, toch? Ik vind het verschrikkelijk, zo'n stad heen. Ja, dat vind ik dan niet zo heel erg. Maar ik kreeg wel een gespannen gevoel. Maar het was wel echt druk, vond ik nu ook. Een hoop gedoe. Maar goed. Laten we eerst een telletje opzoeken. Hoe is het bij de... Een vreedschuur. Hoezo? Hier in de buurt? Ja, dat is prima als het maar in de buurt is. Ik moet echt nog passen. Ja, dat snap ik. Hij staat hier. Moet je please order at the bar. Ze vragen ze hier of een cappuccino. Dan moet je orderen bij de bar. Moet je hem ook nog zelf halen. Dus eigenlijk wil je dan eigenlijk al het werk voor meer geld. Maar wat wil je van cappuccino dus? Ga je nu alweer cappuccino drinken? En dan ga je ook met zo'n cappuccino drinken. Ja, dan niet, nee, tuurlijk niet. Dus nu, je durft dit dan aan, denk je van dit is wel een goede cappuccino. Nou, het ziet er wel uit als op zijn verstand te gaan hebben, ja. Serieus, ze kijken. Ze kijken er wel heel serieus bij, dat is waar. Het gaat niet slecht worden, denk ik. We hadden wel een lachje gemaakt. Ik snap alleen waar de bijzen kon staan. Ja, die moet nog komen, denk ik. En nu? Want we moeten nu wachten, want Guilaine wilde ik zeggen, maar Sophie is weer te laat. As always. Sophie is altijd te laat, eigenlijk ja. Altijd, ja, altijd. Ja, altijd, ja. Maar goed, we gaan nog even de stad, denk ik, in. En ja, dan zien we wel. Over een uurtje hebben we volgens mij afgesproken. Dus we gaan zien of ze op tijd is. We hebben sinds kort in Rotterdam dus voor... Hoe noemen we dat? Servers. Hebben ze iets gemaakt. Dat is ooit een idee wat Schoolpart hebben en dat hebben ze uiteindelijk ook echt gedaan. Niemand dacht dat het ooit ging gebeuren, maar het is gedaan. En hier komt een heel groot pand te staan. Wat ook nooit wat altijd beloofd is aan die mensen in de markt, dat het niet zou komen. We hebben hier ook echt een heel uitkijkhaventje gemaakt. Dus de markthal is sinds kort, sinds een paar weken of een paar maanden, hebben ze hier dus om te surfen. Die kunnen ze zelf opwekken, dus ik denk dat die komen als ze het nodig hebben. Een golfdans. Ah, hier, komt ie. Oh, sick. Ja, er is toch een wing met een boot. Ja, kom op. Wel grappig. Dat is, ja, ergens ook wel hilarisch dat ze gedaan hebben. Maar het is ook wel een beetje gek, toch? Midden in de stad. Zijn er ook gelijk heen, hè?
Ze hebben een heel surfhuisje daar en zo. Oh, huren misschien of zo. Ah, ik snap op zich wel als je surfen leuk vindt dat het wel cool is, maar het is wel heel erg niche toch? Nou, zullen, we, actie, toch? Zullen we even aan de andere kant kijken? Oh, mensen staan hier ook echt massaal te kijken, zie je? Je hebt hier mensen die kijken, je hebt daar mensen, ik weet niet of je het goed ziet, maar er staan allemaal mensen te kijken en op de andere brug staan allemaal mensen te kijken. Het is ook een manier om iets te doen met je haven. Maar je moet wel echt rekening houden met dat het tegen twee kanten aankomt. Dus. Ja, dat is wel waar, ja. Het is niet de vrije zee natuurlijk. Nee, het is niet de vrije zee. Het is leuk, maar een beetje onzin. Nou, ik denk van alle projecten die nog harder geld nodig hadden. Nou, in Rotterdam zou ik dat ook wel zeggen, want ik denk van niet de werkloosheid, maar de armoede hier, dus ik zou daar toch wel eerder geld voor vrijmaken, maar goed, dat ben ik. Rotterdam steekt het liever in een of ander raar project. Het meest gegoogelde ding is RIF 010, zo heet het, dan kosten. Hoeveel denk je dat het heeft gekost? Nee, ik weet het echt niet, schat. Ik kan het niet raden. Wat denk je? Wat zou je belachelijk vinden als dit gebeurt? Nee, ik weet het echt niet. Zeg het maar. Nee, kom eens kan hier. Het niet raden. Zeg gewoon een getal. Nee. Zeg een getal. Nee. Zeg een getal. Nee. Eentje. Nee. 7 miljoen. Oh, wow. Ik wilde eigenlijk een miljoen zeggen. 7 miljoen Bobby Price. Maar ik durfde het niet, want ik dacht dat was wel heel belachelijk. 7 miljoen? Kan je ook mensen van helpen? Toch? Zo, 7 miljoen, gek. Ja. Huizen kan je daar wel niet bewoonbaar van maken. Bewoon daar wel, maar niet van maken, denk nee, ik. Nee. Kijk, je kan hier dus ook eten aan vast. Hier heb je de cabin waar je volgens mij denk ik de surfplanken en zo kan halen. En hier kan je bij de Five Guys eten als je dat wil. Niet mijn favoriet, maar goed. Jij wil ooit eens een keer een walking tour doen, toch? Dat we gaan praten en dat je dan dat ik de hele tijd aan het filmen bent. Ja, maar niet praten. Toch? Niet praten. Nee, dat is. Juist niet. Nee, maar juist wel met praten, toch? Wil je juist doen? Hè? Hè? Oh. Ik woon met jou ook tegen je water. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja. We zitten alvast klaar en je lens een beetje zin. Hoezo? Ja, dat zei je niet. Nee, gewoon zo zeker. Zijn ze dat? Ja. Ik zou het wel niet meer kunnen herinneren, daar had ik zenuwen van. Jij zei dat je het spannend vond. Ik zei het van niet spannend. Het is spannend om nieuwe mensen te ontmoeten. Laten we niet doen alsof het gewoon easy peasy is toch? Maar ik vind het vooral warm, daar heb ik meer last van. Ik heb het wel lekker frisjes zo. Ja, nu wel. Ja, nu is het wel lekker. Hier, ja, het is een leuke tent inderdaad. Er zat hier iets anders hier. Een afwisseling. Ja, dat is leuk om zo ver anders buiten die groene kantine te zien toch? Ja, maar die groene kantine, voor iedereen die misofonie heeft, ga daar nooit van je leven heen. Nee. Dus echt, de messen, vorken, alles vliegt om je om. Verschrikkelijk. En natuurlijk kunnen we niet ergens zitten zonder dat we iets vreten, toch? Ja, goed uit, ja. Zo is dense. Firm. Dat is lekker. Dat is zeker. Echt een brownie cheesecake mix. Ja, ik had alleen weinig cheesecake van de brownie. Dat moet ik ook eens een keer maken. Het blijft me wel lekker. Hij is ook echt goed stevig. Zou je het geven? Dat is echt fijn dat het. Ja, ik ook. Dat is echt heel lekker. Ja, echt heel lekker. Hebben iedereen dit? Dat je je telefoon altijd kwijt bent? Oh, ik vind het zo verschrikkelijk. Oh, hier heb je sofa's geparkeerd. He. Nou, zo komt het aan, meid. Finally. Dat is altijd zo heel awkward. Som. Oh, het komt daar, hè? Het is het meest gezellige. Het zit op de uitkijk voor jou. Dat ziet er mooi uit bij. Dat heb ik ook. Het was een gezellige middag. Wil je meer over zien? Hou dan vooral het kanaal van Sophie Roosendaal in de gaten. Tien jaar geleden zag het leven er anders uit. Ik woon in Rotterdam. Kan ik trouwens nu naar Rotterdam? Nee, ik woon niet in Rotterdam. Ik woon zelfs nog in Nabijland, zie ik nu net te denken. 10 jaar geleden zag het leven er anders uit en toen zat ik nog op het Graven Lyceum. Of net niet meer? Nee. 10 jaar geleden zag het leven er wel echt anders uit, want ik woonde toen nog thuis bij mijn pa. Ik zat in Rotterdam op school. Andere relatie. De afgelopen 10 jaar is heel veel gebeurd. Ik vind het echt bizar om te beseffen dat het gewoon 10 jaar, 10 jaar. Vanwege dat trouwens, is er de komende week op Vetgezellig 10% korting op alles. Wat leuk is, over Vetgezellig gesproken, is dat Bradley langskomt nu. En heel veel van jullie wilden hem wel zien, dus, maar hij belt nu. Dus ik ga even opnemen. Hallo. Hey, Alan Ritz hier. Hallo. Hey.
Ik rijd, volgens mij heel dichtbij waar ik moet zijn. Yeah. Alleen mijn maps, volgens mij zie ik jouw gebouw gewoon. Oh ja, maar daar moet je niet heen hoor, want dan daar kan je niet parkeren. Ik ben nog op zoek. Oké. Okay. Moet hier zometeen wel zijn, hier deze. Ja, die witte gebouw. Joehoe. Nou, Bradley komt dus langs. Ik heb hem al een tijdje niet gezien. Ik dacht, ik ga gewoon filmen als hij er is. Als hij daar zin in heeft. Waarschijnlijk vindt hij het niet erg. Maar goed, ik wilde even iets zeggen over vetgezellig 10 jaar. Veel meegemaakt, veel dingen gedaan. Een boek geschreven, documentaires uitgebracht. Heel veel foodvideo's gemaakt. De laatste tijd ook een beetje zoekende, wat wil ik eigenlijk? Veel gedaan. We begonnen natuurlijk met weekvlogs. Vlogs heb ik ook een hele lange tijd niet gedaan, omdat ik het even niet zoveel zin in had. De laatste tijd vind ik vlogs dus weer leuk. Het is een hoop wat ik heb gedaan en een hoop wat ik heb geprobeerd. Maar de laatste jaren heb ik wel het idee dat ik steeds meer een richting begin te vinden. Vooral met de mentale gezondheid en met eten. Het gewoon twee dingen waar ik het vaak over heb. Maar er zitten nog meer dingen die ik gewoon wil. En soms iets te veel zijn. Maar het leek me wel leuk om een hele kleine compilatie van vetgezellig 10 jaar te doen. Dus daar gaan we nu even naar kijken, terwijl Bradley eraan komt. De video staat inmiddels online op vetgezellig. Als je hem nog niet gezien hebt, ga dat dan even doen. Want het is een erg leuke video geworden, vind ik zelf. Hi. Hallo. 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 Zo, ik denk hoe je staat wel. Oh, sorry. Hi. Wat is dit? Ja, dat is echt het eerste wat jou opvalt. Dat is voor de. Volgens mij, als er brand uitbreekt of zo, dat die dan automatisch lokt of zoiets. Om het vuur tegen te houden. Zodat je er nooit meer uitkomt. Als de, precies. Als de, ja, basically. Ja, basically. Ja. Je mag hem wel aanzetten hoor. Je mag wel even heen kijken. Oh. Hey, we hebben hetzelfde schermapparaat. Ja, wat dat leuk. Zou kunnen. Oh, heb je die ook? Ja. Ja, dat is wel een fijn ding, zoveel opzet. Ja, dit is de berging. Dat is niet zo heel interessant verder, maar goed. Wow. Dat is wel handig, want dan kan je al je pleurenzooi kwijt. Ja. Yes, nice man. Yes, dit is... Oeh, die stoel. Ja, nice hè? Oeh. Ja. Oeh, is het niet Freek? Ja, die ligt wel graag. Oh, Ali? Ja, moeten we even. Ali hier zo? Ja, moeten we eventjes. Maar ik dacht van ja, ik begin even licht en dan ga ik, als ik het weer leuk vind, dan bouw ik wel. En je ziet Rotterdam in de skyline, zoals je kan zien. Vet hè? Dat is mijn favoriete onderdeel van dit huis. It looks so beautiful. Ja, toch? Ja, ik heb het stiekem ja, al als een filmpje gekeken. Ja, ik snap het. Nou, wat wil je weten? Nou, hoe gaat het gewoon met je? Goed. Ja, oké, maar dat is zo'n standaard antwoord. Wat doe je? Wat doe je in het leven? Ik ben theaterdocent, theatermaker en acteur. Eigenlijk oh, precies. Oh, doe je ook nog acteren? Ja, ik speel zelf zo'n 3-4 voorstellingen per jaar. Dus eigenlijk precies wat ik, waar ik mijn opleiding voor heb gedaan. Eigenlijk waar ik in corona een beetje over twijfelde of ik dat nog wilde. Ja. Dus toen een beetje fotografie ben gaan doen. Ja. Dat is precies wat ik nu ben gaan doen. Daarna. Fotograferen wel? Nee. Helemaal niet meer, hè? Nee, ik heb geen tijd meer voor. Nee. Ik zit gewoon vol. Ja. Fotografie, zeg maar, dat is de connectie die je hebt met iemand voor de lens. Mm. Die heb ik nu ook op het moment als ik een speler aan het regisseren ben. En dat is uiteindelijk wat ik het allerleukste vind. Ja. Ik zat even te denken, want de vetgezellig bestaat 10 jaar. Wat is nou je meest memorabele moment? Ja, die video die niet eens online is gekomen. Welke dan? Is er een video niet... Oh, wacht even. Dat we hier vlakbij gingen... Racen. Racen. Dat, die is dat zit wel... er nog steeds, hè? Echt? Dat zit er nog steeds. Ja, ja. Nee, die is me wel... Maar vooral omdat het een beetje mijn idee was. Oh, ja. Toen zijn we nog gaan karten ook nog. En toen wilden we op een circuit, maar toen was het... Ja, voor mij regelt het. Ja, je bent toen ook gaan karten inderdaad. Ja. Net alsof ik ga skiën. Heb ik ook nooit gedaan, dus op zich. Je wel lekker strak, dit... Het zit heerlijk. Oh, vet. Dit is warm, man. Holy shit. Top, hoor je me nu überhaupt? Ja. Oh, top. Ik voel me echt een Oompa Loompa in dit ding. Ik vind het goed zo. Die dropping was heel erg leuk. Grappig, ja. Maar wat ik denk dat me het meest bijblijft, is dat we het voor elkaar kregen, of dat je het voor elkaar kreeg om met gewoon altijd met een heel klein groepje mensen ja. toch iets moois samen te maken. Wat altijd iets vertelde ja. en wat altijd leuk was en grappig was en een beetje ongemakkelijk was. Ja. En ik denk dat is wat het tot zo'n groot succes heeft gemaakt. Oh, dat was niet de bedoeling om dat te vragen, maar oké, okay, ja, oké. Okay. Als in, nee, maar dus dat is wat me bijblijft. Ja, oké, okay, op die manier. Oh mijn god, echt wel veel leuke dingen.
Dat is ook alweer 4 jaar geleden volgens mij. 5 jaar geleden. Want toen jij, toen ik jou leerde kennen, tenminste we kennen elkaar wel een soort van internet, maar toen ik jou, toen we voor het eerst meeten, dat was volgens mij, toen was het met Sasnet uit, dat was 5 jaar geleden. Waarom wilde je foto's maken en waarom ook op zo'n korte termijn? Want we kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Nee hè? Nee. Nee. Ik vind het ook heel leuk dat je dan zo in 1 keer met een camera hier staat. Ja, goed. Daar hou ik van. Ik hou dus, en dat probeer ik de laatste tijd iets meer te doen, om gewoon een beetje impulsief mensen met mensen af te spreken. Ja. Ik heb pas geleden ook een camera gekocht en toen dacht ik van nou, ik ga gewoon vrienden maken. Met de camera, ja, precies. Met de camera. En, lukt het? Vrienden maken? Met de camera? Ja, wat ik zo grappig vind is dat je soms, en dat is misschien ook voor de kijkers een hele leuke, hele leuke clue van het verhaal, ja, zeg maar, is dat je soms gewoon even van die gekke dingen moet doen en dan kom je erachter van, oh, dit is eigenlijk best wel vet, ja, om te doen. En dan? En dan, ja, precies. En dan gebeurt het. En dan doe je het ook vaker, omdat je dan denkt van, je hebt een goede ervaring, precies, een leuke ervaring gehad ermee. Dus nu gaan al je kijkers jou appen en dan, nee. Nou, dat mag niet open. Nee, dat zal niet. Maar ik vind het wel leuk, want nieuwe mensen leren kennen is ook wel een doel voor mij of zo op dit, ja, moment. Ja. Meer dan 5 jaar? Ja, 2019. Ja, want jij werd 30 nog. Ja, dat heb ik meegemaakt. Ja, zeker, ja, maar dat was 2 jaar later, want ik was 29 toen. Ja. Ja. Dat is al lang. Fucking ziek. Ja. Als je de video over 10 jaar vetgezellig nog niet gezien hebt, raad ik het zeker aan om deze even te gaan kijken. Veel kijkplezier. En houd volgende week in de gaten. Ik heb namelijk een leuke verrassing in september voor jullie.